escuche voz de Dios. Luister naar escuche voz de Dios. Luister naar de stem van God. En mi voz que vos escucha. Beste stem die je kunt luisteren. En mi dirección que nos vaya. Beste richting die we kunnen ontvangen. Dios. Ele e sua Yunan. Eli's en kinderen. Als een desaster die assunto aquí. Hebben een rommeltje ervan gemaakt. Eli's en Yunan. Eli's en kinderen. Na mes op turcos. Hebben alles door de war gegooid. Pero danki na Dios. Bisa danki na Dios. Dankzij God. Kuden turcas. Dat in alle huizen. Ting e Yunan di Eli. Zijn de kinderen van Eli. Maar tien Samuel dan tam. Maar zijn er ook Samuels. I aki den tam betin Samuel. En hier in dit huis zijn er ook Samuels. Denk iglesia que tin hopi Samuel. In deze kar zijn er veel Samuels. Hopi ende kuta buscando relación con Dios. Veel mensen in relatie met God Anto nami bisab un cos más. En ik zal je nog wat vertellen. Dios no ta papia ku e religioso nan. God spreekt niet tot de religieuze. Dios ta papia ku hende nan ku tin relación ku ne. God spreekt tot degene die een relatie met hem hebben. Dios ta papia ku hende nan ku ta buskele. God spreekt tot degene die hem zoeken. Dios ta papia, entende que Dios no ta papia ku hende nan ku ta bin orati hopi ende. God spreekt niet tot degene die komen als er veel mensen aanwezig zijn. Weet je wanneer God tot mij sprak? Laat me je vertellen. Ik was ziek. Heel erg ziek. Met astma. Toen ik klein was. Ik werd ziek en ik ging bijna dood. Mijn mama, op een dag, mijn moeder, die alle hoop in doktoren had verloren, had een kosabi, besloot om iets slims te doen. En ze zei, ze zei, God, ik draag dit kind aan u op. Neem hem maar. Laat hem maar doodgaan. Neem hem. Het is het beste gebed die ze kon doen. En hij nam mij inderdaad. En God nam mij inderdaad. Ik ben niet genezen. Ik werd later genezen. Maar later wist mijn moeder, denk ik, dat ze klaar was met dit kind. Ik kan niks meer voor dit kind doen. Dit kind is van God. En ze liet mij gaan. En daarom met 16 jaar ben ik weggegaan van mijn vader. Ik ben in het huis van pastor Remy gaan wonen. Om gevormd te worden in het woord. Om gevormd te worden in het gezin. Om de noodzakelijke discipline te krijgen. Om een man van God te worden. Die vandaag gaan staan. En zeggen dat ik maar één vrouw heb. Één vrouw alleen heb ik. Één vrouw alleen zal ik hebben. Totdat de dag dat Christus haar of neemt, ami. Of mij neemt. Nos lo queda sine pa sempre. Wij zullen voor altijd zo blijven. Ah, maar zie ik ooit in de Bijbel. Dat heb ik in de Bijbel geleerd. Maar zie ik ooit in casa de Dios. Dat heb ik in het huis van God geleerd. Daarom kan ik hier staan voor Paso jou. Minuto para pa mi lesa Bijbel, contaba un coco malesa. Want ik sta hier niet om voor te lezen uit de Bijbel. Mita contabo di Samuel. Ik vertel je van Samuel. Maar ik kan je ook vertellen over Chesron. Chesron dat Chesron ook moest gaan. En een dienaar worden. En tot en met vandaag dienen. En luisteren naar God. Dios llama. En God riep. Dios avisa Samuel. God zei Samuel. Was Samuel te chiquito. En Samuel was nog klein. En op comprende voz de Dios. Hij begreep, herkende de stem van God niet. En hij hoorde weer Samuel. En toen ging hij naar Eli. Hier ben ik. Heb je me geroepen? Nee, ik heb je niet geroepen. Samuel. Samuel. Hebt u mij geroepen? Nee. Ik heb je niet geroepen. En toen zei hij. Als de stem je weer roept. Zeg Heer. Wat hoor je? Hier ben ik. Wie luistert? Uw dienstknecht. Dat moeten we zijn. Dienstknechten. Met luisterend oor. Om te luisteren naar God. Maar je kunt niet iemand horen die je niet kent. Daarom zei Jezus in Johannes hoofdstuk 4 tegen de vrouw. Jullie aanbidden wat jullie niet kennen. Jesus que para nos conocer.
Jezus wil dat we hem kennen. Van ons po distingui su stem. Om zijn stem te herkennen. Van nos stem. Van ons eigen stem. Van Bucci su stem. Vanaf Petrus su stem. Maar kom verder, kijk even. Begrijp je wat ik bedoel? Zo den bieden die maar op je stem. Want in ons leven zijn er heel veel stemmen. Maar op je bos nog te tenden. Heel veel stemmen horen wat we. Je gaat naar werk en je hoort wat. Wat bij school dan te bisabon kos. Op school zeggen ze wat tegen jou. De iglesia se bicho te caba dan te bisabon kos. Je bouw een trap. In de kerk na de dienst vertelt iemand jou beneden bij de tramhalte dan te bisabon kos. Bij de tramhalte wordt wat tegen je gezegd. Dan kos je dat bisa. Heel veel dingen zeggen verschillende mensen. Qua die naam moet ik zeggen. Welke moet je volgen? Samuel. Samuel. Escuche voz de Dios. Luister naar Escuche voz de Dios. Luister naar de stem van God. En mi voz que vos escucha. Beste stem die je kunt luisteren. En mi dirección que nos vaya. Beste richting die we kunnen ontvangen. En de oren Dios a papi con Samuel. En toen God sprak tot Samuel. Samuel a sinta y a la escucha. Ging hij zitten en luisterde hij. En toen keer después je día ahí. En na die dag, denk en ik, moest hij niet meer vragen wie hem riep. Hij had kennis gemaakt met de stem van God. Hij had kennis gemaakt met de stem van God. Un cosa importante. En iets heel belangrijks. Ik heb het je al verteld. God spreekt tot degene die relatie met hem hebben. Als we relatie hebben met God, dan spreekt hij tot ons. Dios de papje kuhende. God spreekt tot degenen die alleen zijn met God. Er zijn mensen die houden van het publiek. We komen naar alle diensten. We bidden het hardst. We zijn er. Zondag zijn we er. En hoe zit het met maandag? God kan je niet vinden. Spiritu Santo zal nog wat daar. De Heilige Geest weet niet waar je bent. Dios staat dat ik ook verrekijker in de mirabo. God Vader zoekt met de verrekijker, maar ik kan je niet vinden. Wanneer Dios staat kan hij die Adam onderbota. Net zoals God toen in het hof liep en hij vroeg Adam, waar ben je? Onderbota jaluna miruman. Waar ben je maandag, broeder of zuster? Jaluna no sta de presencia di Dios ainda. Maandag zijn we nog steeds in de aanwezigheid van God. Dios te busca gente conota e publico ta laga na sinti nambo. God zoekt personen die niet alleen maar zo zijn dat alleen het publiek hun goed laat voelen. Dios te busca gente. God zoekt personen. Ora turende bij drumi. Als iedereen is gaan slapen. Na noteri bij Netflix. Zijn ze niet op Netflix? Nu zijn er, nu worden een paar jongeren boos op mij. Misschien komen ze volgende week niet. Waarschijnlijk zijn ze de volgende week niet. Maar luister goed. Ik zeg het in het Nederlands. Ik ben niet gekomen om jou blij te maken. Ik ben niet naar Nederland met mijn familie gekomen omdat we hier mensen blij willen maken. Wij zijn hier gekomen om mensen wijs te maken. Mensen, hoe zeg je dat? Dat we samen heiliger kunnen zijn. Nos porta santo. Santo nang na Hollanda. Heiligen in Nederland. Zo op het tempo hebben we gedacht dat de santos alleen maar plakprintjes waren. Dat zien een asianos. Zo hebben ze ons geleerd. Is santo nanta plakprintje. Ora namuri, San Gregorio Hernandez, San Kiko, San Mateo de Juda, San Juda Tadeo, en San Antonio. Ora me stay vrij, papi, ik San Antonio. Dat al die heiligen alleen maar prentjes zijn en allemaal vage namen die je aanroept als je ze nodig hebt. Dat zijn de nasien ons. Zo hebben ze ons geleerd. Pero wornos conocer Dios. Maar nu kennen we God. Awornos en saku nos mestierta santo. Nu weten we dat we zelf heilig Manera zijn. Manera eta santo. Zoals hij heilig is. Antes sita lo cual nos miasi. En dat is wat we zijn komen doen. Nos min pasivo contento. We zijn niet hier gekomen om je blij te maken. Maar precies, escuchami bom. Dus luister goed naar me. Orbo ten lente rabia, pastor. Als je hoort dat mensen boos zijn met de pastor. Eta bom pa botar rabia. Zeg tegen hen, het is goed dat je Anto cambia, boos bent. Wo. En verander nu. Want ik weet dat hetgene wat ik vertel niet leuk is. Maar ik heb gelezen wat Jezus is komen doen. Hij is gekomen om met de zwaard te brengen. Broeders zullen tegen elkaar opstaan. Wat is dat? Staat dat in je Bijbel? Ik dacht dat Jezus vrede op aarde kwam brengen. Maar Elabim Patrice trouble dan weer. Hij is zo gekomen om onrust te brengen. Anto Ami. En ik.
Jesus, Jezus, dat in mij. Is in mij. Te aman dami. Hij heeft mij gestuurd. Die tam met de goest, dat er is een trouble. Ik ben ook onrust. Bon trouble. Goeie onrust. Trouble babo cambia. Onrust waardoor je verandert. Maar orbo sint, dat is het akumi. Pastor de papia sint, akubo mes. Zodat als je zit, je afra, heeft de pastor tegen mij. Ja, ik heb tegen jou. Pas, heb ik ook kaba. Je wil dat het voorbij is, zodat je weg kunt gaan. Damit in kubo. Ik heb het niet tegen da jou. Dat Spiritus Santo de papiando kubo. Het is de Heilige Geest die tot je spreekt. Is dit het probleem met die hende? Dat is het probleem van mensen. Or hende religioso? Religieuze mensen. Dat is de pastor dat tirapunya. Zeggen dat de pastor tegen mij. Hende con relación con Dios? Mensen met relatie. Dat is de Spiritus Santo papia kubo. Halleluja! Halleluja! Hey, maar ik bij iglesia ja? Ik ben naar de, ooit eens naar de kerk. Toen gusta je gelaat. Ik hou niet van om op te laten. Toen was een pastor Remy, gusta je dat je gelaat om. Want pastor Remy houdt niet van mensen die te laat aankomen. Maar het is een song. Het is een dia wat je gelaat naar Shelo dan. Want heeft gelijk, want op een dag kwam je ook te laat in de hemel aan. Noah het aan benen je gelaat poort dat op de sera. Bij tijdens van Noah ook degene die te laat kwam, maar toen was de deur dicht. Señor, señor, ante no temas, echeas no temas. Op een dag zul je roepen, Heer, o Heer, en hij is er dan niet meer. Pensei, Dios te bisa buscami a word que mientras mi poder du haña. Daarom zegt de Heer, zoek mij nu, nu je mij nog kunt vinden. A word que moet ik buscar Dios. Nu moet je God zoeken. Pa salvación. Vandaag is de dag voor je redding. Pa bo cambia. Vandaag is de dag om te veranderen. Pa bo evangelizar. Vandaag is de dag om te evangeliseren. 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 Vandaag is de dag. So mayang no word primintina bo. Abo sa ku mayang botalanta ku bida? Weet je of je morgen opstaat of je nog leeft? Aminosa. Ik weet het niet. Dus ay met de predikate noche. Dus vandaag ga ik het woord brengen tot 's avonds. Ik weet niet of ik er volgende week ben. Awel, may galatsi bishi. Ik kwam te laat bij de dienst aan. Ding alabanza, ik ben laat, ik ben ormi bisa laat, ik ben 10 minuten laat schon. Gedurende aanbidding, ik was dus 10 minuten te laat. So ku misa ku alabanza door schon fitrumpang. Aanbidding was al vroeg begonnen. Ja, ik aan de pastoor te biezen. Ik kwam binnen en de pastoor zegt: "Zie, nou goed tegen laat. We nou plania, op de iglesia, wat ik op plania, wat ik op een bepaalde en fitter een pang." Degene die te laat zijn aangekomen, die hebben niet goed voorbereid. Hoor, wat op mijn vakantie zie, want ik kan je laat airport. Want als je op vakantie gaat, dan kom je niet te laat op het airport aan. Tira punya pa, met mira mi ta kana. Dat is voor mij. Dat is voor mij. Hij ziet mij aankomen lopen. Makana drenta sinigi. Ik kom binnenlopen. Doble mirudia. Ik buig mijn knieën. Señor, perdoname. Heer, vergeef mij. Es esta gente que tiene relación con Dios. Dat is mensen die relatie hebben met God. Antobosa. En weet je? Bon pastor nan. Een goede pastor. Tabisabe kos flat manere ta. Zeg het je zoals het is. Pero si boke pastor ni lali lali, sopi slap. Maar als je een half slappe pastor hebt. Halve gare. Anyway. See. Si boke ese, als je dat wilt, bono tabai wordu juda. Zul je niet worden geholpen. Bono tamadura. Zul je niet groeien. Orbo juta bai eta chiquito toch? Als baby. Je kind klein is, een baby. Gugu, chaka, 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 gugu, chaka, chaka. A mama se kuzu, kuzu. Maar se guata bira grande, bom, porque da sina kune. Maar terwijl het kind opgroeit, kun je niet zo blijven. Eta kana bai na corriente, steak, da bai in kesumane, corriente, batata, mama se kuzu, kuzu, tabai. Het kind loopt naar een stopcontact waar de stroom is en je blijft zo praten. Dan zeg je, Je zegt nee. Mio un tik na su dede, liever corriente dale mata. Liever een tik op de vinger, dat die geëlectrocuteerd wordt. Je men die bota cambia bo approach, dus, babo you. Dus je verandert je benadering tot je kind. Orbira mas grandi. Als die nog groter wordt. A word na din telefoon. Nu hebben ze telefoon. Anta word bo klape dede mas. Dan kun je geen tik meer op de vingers geven. Anke etaya, si. Pero bota quita el teléfono. Je neemt de telefoon af. Bota straf in een andere vorm. Je geeft een andere manier straf. En wat straf, het is educación. Het is geen straf, het is opvoeding. Botin cocina, botin les. Je moet leren, je hebt les. Bota wa película tra les. Je kunt geen film kijken en tegelijkertijd les maken. Bono po sirvi dos Dios. Je kunt niet twee goden tegelijk dienen. Zeg amen. Turende porque te quedo pasando dos tigo bisa amen. Iedereen kan stil blijven. Jullie tweeën moeten amen zeggen. Was aan de comprende? Begrijpen jullie? Eli. Su yunang. Zijn kinderen. Dat betekent dat ze robes den iglesia. Deden verkeerde dingen in de kerk. Eli no corriginang. Eli heeft ze niet gecorrigeerd. En yunang, despese de bisa. Het woord zegt de kinderen. Awor, versículo 22, de capítulo 2. Awor, Eli tabata hopi biu, el atende turlo que su yombra dan tabata asi, quenter Israel, conan tabata drumi, que muenan, que tabata de entrada de tent de reunión.
Que men balaga un fout pasa. Dus je hebt één fout voorbij laten gaan. Ze deden zoals ze willen. Ze namen het vlees en het vet. Je hebt ze niet gecorrigeerd. Nu beginnen ze met de vrouwengemeenschap te hebben. Wanneer ga je ze corrigeren? Wanneer ga je het stoppen? Dat was het einde van Eli. Hij kon geen orde handhaven in zijn huis. Hoe kun je geen orde handhaven in je huis? En je bent onze voorganger. Je kunt jezelf, je eigen kinderen niet tot orde roepen. En je wilt mij leren hoe ik moet leven. Dat zijn nou de dingen waardoor de mensen niet van me houden. Maar ik lees uit mijn Bijbel. En ik vertaal het naar jou in 2018. Stop die predica. Riba app. Hou op om via de app het woord te brengen. Stop die predica riba Facebook. Hou er mee op om via Facebook het woord te brengen. Stop die predica na punti esquina. Hou er mee op om op het hoek van het huis te prediken. Begin in je huis het woord te brengen. Juda boyunang. Help je kinderen. Paso si bono juda nang. Want als je kinderen niet helpt. Dios takaba kubo kunang kutur. Zal een God het einde maken aan jou en hun en allemaal. Pero danki na Dios ti un Samuel. Maar dankzij God is danki Samuel. Danki na Dios ti un hombre kutas kumucha kutas kucha Dios. Dankzij God is er een kind dat luistert naar de Heer. Want laat me je vertellen. Luister hiernaar. Als jij als ouder niet naar de Heer luistert. Zal God tot Samuel spreken. Als ouderen niet luisteren. Zal God de kinderen opzoeken. Bisa amen. Zeg amen. Bisa mita bij cambia. Zeg ik zal veranderen. Santiketo. Jullie zijn stil. Ora hoben ang bira malbado. Als jongeren boosdoeners worden. Skibie Jeremy. Ora hoben ang bira malbado. Als jongeren boosdoeners worden. Dios te busca e mucha nang. Zal God de kinderen zoeken. Eli suyuna ang bira malbado. De kinderen van Eli werden misdadigers. Dios te busca Samuel. God zocht Samuel. Dus jongeren, geloof maar niet. Als jullie niet tot de orde komen, zal God de kinderen zoeken. God zal Justin gebruiken. God zal Jelani gebruiken. God zal Louis gebruiken. God zal hun gebruiken. Als wij niet tot orde komen. Geloof maar niet, jongeren. We hadden een groep jongeren die filmen in de gemeente, 10, 12 jongeren. Een dag die repente normaal. En op een dag nam ik kinderen van 8 en 9 jaar om het werk te doen, te filmen en alles ging normaal door. Kunnen jullie dat herinneren? Dat mag je niet vergeten. So Dios. Want God heeft jou niet nodig. Abo, mister di Dios. Jij hebt God nodig. Dios, si no panyabo, God, als hij jou niet kan vinden, dan zal hij jouw kinderen nemen. Dios te buscando e hende nang ei. Dios te papi ku hende ku tira shon kune. God, Dios no te busca hende ku te busca publico. Si hende grani no te tende, Dios te busca mucha nang. Ora hobe dan bira malvado, Dios te busca e mucha nang. Dat is de waarheid. Dat is de waarheid. Weet je waarom? Want de kinderen zijn simpel. Kinderen hebben niet van ik wil niet naast die broeder of zuster zitten. Ik spreek tot de kinderen. En weet je wat je gewoon tot de kinderen kunt zeggen? Hey, je bent te laat. Je hebt niet goed gespeeld. Nog een keer overdoen. Niemand wordt boos. Doe het maar eventjes met de ouderen. Weet je hoe lang ik al speel? En nu kom je mij vertellen? Hier in het huis of hier zijn we niet zo, toch? We moeten zoals kinderen zijn.